Grand Theft Auto 5. Het is de grootste release ooit in de game-industrie. En wat is er weinig te doen rondom de nieuwste titel van Rockstar? Werden vorige delen nog overspoeld door kritiek door religieuze fanatici? GTA 5 heeft nergens last van. Dat was vroeger wel anders. Wij nemen jullie mee in de geschiedenis van de franchise. Vanaf het eerste deel, langs alle spin-offs, naar de laatste release. Hou je vast, want hier is de rijke historie van Grand Theft Auto. Urban decay and untouched wilderness. Het begon allemaal in 1997 bij een Schotse studio genaamd DMA Design, nog ver voordat ze werden omgedoopt en gefuseerd tot Rockstar Games. DMA was tot de eerste GTA vooral bekend geworden vanwege het befaamde Lemmings, een mooie voorbereiding op GTA, omdat die game natuurlijk draait om het ombrengen van kleine wezentjes. De eerste Grand Theft Auto lijkt grafisch totaal niet meer op de games van nu, maar qua missiedoelen was de toon al wel gezet. Als crimineel diende je zoveel mogelijk punten te scoren in 3 verschillende steden. En dat deed je door, jawel, stoute dingen te doen. Het was mogelijk om mensen om te leggen en dingen te vernietigen, maar gezien de naam van de game was de primaire taak het stelen van wagens en deze weer voor winst te verkopen. De vrijheid die je als speler kreeg was in 1997 revolutionair. In 1999 verscheen de eerste officiële uitbreiding voor de PC en de eerste PlayStation. Het is tevens de eerste en enige game binnen de GTA-franchise die zich binnen een bestaande stad afspeelt. GTA Londen 1969 was in basis dezelfde game als GTA 1, maar dan met 30 nieuwe wagens, 32 nieuwe missies en een dikke knipoog richting popcultuur. En natuurlijk reed je aan de verkeerde kant. In datzelfde jaar verscheen ook GTA Londen 1961, die gratis te downloaden was als je het eerste expansion ook had. De game was niet heel anders, maar het bood wel tools zodat spelers zelf dingen konden aanpassen binnen de game. GTA Cars was daarin de meest succesvolle, waarin GTA-spelers zelf auto's konden maken en toevoegen binnen de wereld. In datzelfde jaar, 1999, verscheen ook GTA 2, die naast de PC ook nog eens verschenen voor de PlayStation, Dreamcast en Game Boy Color. De basisgame was ook hier hetzelfde, met 3 districten die allen een eigen look en feel hadden. Nieuw was echter de mogelijkheid om voor verschillende groeperingen te werken. Help je er één, dan heb je ruzie met de andere. Ook is het voor het eerst mogelijk om zijmissies te doen. Zo kun je werken als taximedewerker, rijden in een ambulance of zoveel mogelijk mensen omleggen binnen een bepaalde tijd. De game scoorde 7'tjes en bracht volgens veel journalisten te weinig vernieuwing ten opzichte van het eerste deel. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy. Gebrek aan vernieuwing kan nooit, maar dan ook nooit gezegd worden van GTA 3. De game die voor het eerst verscheen in 2001 en releases zag op de PC, PlayStation 2 en Xbox. Het was de eerste 3D GTA en zelfs de eerste free-roaming sandbox game zoals we er nu zoveel zien. De game speelde zich af in Liberty City. Je kruipt in de huid van Claude, die tijdens een bankoverval wordt verraden door zijn vriendin. In het begin van de game ontsnap je van je politie-escorte en dan begint het verhaal, op zoek naar de waarheid. Veel van de gameplay uit de eerdere delen keert terug, maar in een volledig 3D gegenereerde wereld voelt alles anders aan. Te voet speel je een shooter, in de wagen speel je een racegame en dat alles in een zeer geloofwaardige stad. Radiostations schetteren uit je speakers, terwijl je gewone baantjes kunt aannemen als zijmissies of het verhaal kunt volgen dat verteld wordt door middel van cutscenes. De game was revolutionair voor de tijd en nog steeds spelen wij hedendaagse games die uiteindelijk allemaal zijn gebaseerd op GTA 3. Wij belonen de game in die tijd dan ook met een 9,2. Grand Theft Auto Vice City verscheen in 2002 en is verschenen voor de PC, PlayStation 2 en Xbox. En voor veel huidige dertigers is dit de favoriete GTA. Vice City pakt de basis van GTA 3, maar gooit er een jaren 80 Miami Vice-achtig sausje overheen. Je kruipt in de huid van Tommy Vercetti, net na een mislukte drugsdeal in 1986. Waar GTA 3 nog erg serieus was, bracht Vice City een zeer geestige kijk op de wereld en zijn cultuur.
met maffia-advocaat Ken Rosenberg en producer Kent Paul als hoogtepunten van de game. Daarnaast is het vooral de 80s vibe die de game fantastisch maakt. Bryan Adams, Iron Maiden en Michael Jackson zijn altijd te horen op de radio. En omdat deze game zich op een eilandengroep afspeelt, spelen ook boten een grotere rol. Ook kun je in Vice City vliegen met helikopters en watervliegtuigen. Een ander nieuw element is de toevoeging van onroerend goed. Spelers konden een pand kopen en zorgen dat deze winstgevend werd. Wat dacht je van een eigen taxicentrale of een ijskowagen waarmee je natuurlijk drugs verhandelt? En voor het eerst is het mogelijk om een echte buschauffeur te zijn. Wat wil je nog meer? Vice City werd enorm goed beoordeeld in de pers, maar kreeg ook veel kritiek te verduren. De game zou racistisch zijn tegen bepaalde minderheden en voor het eerst werd Rockstar aangeklaagd vanwege een schietgeval in de Verenigde Staten, waarbij een 17-jarige jongen die schoot ook GTA speelde. Gelukkig is die tijd voorbij en wij belonen de game in die tijd met een 9.2. Oh. You won't be needing this now. 2 jaar later, in 2004, verscheen Grand Theft Auto San Andreas richting PC, PlayStation 2 en Xbox. De schaal van deze titel was volgens velen mindblowing, want niet langer speelde hij in één enkele stad, maar in een volledige staat. Inclusief 3 steden en een enorm gevarieerd achterland met bossen, bergen, dorpjes en meren. En waar Vice City zich focuste op de jaren 80, was het de gangsta-cultuur die de hoofdrol speelde in San Andreas. Je kruipt in de rol van Afro-American CJ en je gaat op zoek naar de moordenaar van je moeder. Je begint in de hood, maar je zult uiteindelijk ook moeten samenwerken met hippies, rednecks en hillbillies van het platteland. Naast alle elementen uit vorige delen is het aanpassen van je eigen personage belangrijker dan ooit in San Andreas. Zo zou je daadwerkelijk moeten sporten als je wilt dat je personage in vorm blijft. Ook is het mogelijk tatoeages te laten zetten en je kleding aan te passen. En ook is het voor het eerst mogelijk om je rijbewijs te halen voor de auto, motor, boot en fiets. Maar ook kun je jezelf breveteren voor het besturen van vliegtuigen. Vanwege de grootte van de game was de toevoeging van meerdere vliegmachines een enorm voordeel. De wereld was zo groot dat het zelfs gemakkelijker was om vliegend van stad naar stad te gaan. GTA San Andreas is de best verkochte game op de PlayStation 2 met ongeveer 30 miljoen verkochte exemplaren. De game werd geroemd door de gamepers. En wij belonen de game dan ook met een 9.2. In 2005 en 2006 verschenen 2 titels voor de PlayStation Portable. Liberty City Stories en Vice City Stories brengen de werelden van hun grote broertjes naar het kleine scherm. En vertellen allebei een eigen verhaal met een nieuwe protagonist. De games werden bij ons beloond met respectievelijk een 8 en een 6. Bij aanvang van de eerste trailer werd iedereen al weggeblazen. Het was vooral de stad die indruk maakte. Nog nooit zagen we zoveel levendigheid als in Liberty City van Grand Theft Auto 4. In 2008 verscheen de game voor de PlayStation 3, de Xbox 360 en de PC. En nooit eerder lag de focus zo sterk op het verhaal en de omgeving. Als Nico Bellic, een immigrant met een heftig oorlogsverleden in Servië, dien je je oude tegenstanders op te sporen en om te leggen. Dit alles met je gestoorde neef Roman, die je qua rijkdom en tetis iets meer beloofd heeft dan hij kan waarmaken in de taxicentrale waar hij werkt. Nog nooit was een open wereldgame zo geloofwaardig neergezet. Auto's reageren enorm realistisch, de burgers van Liberty City hebben een eigen leven, er zijn televisiezenders en er is zelfs een internet binnen de game die ook nog eens nodig is voor bepaalde missies in het spel. Het is zelfs zo realistisch dat als je een hoer doet en je die daarna kapot slaat, je het geld wat je aan haar hebt uitgegeven weer kunt stelen. Daarnaast wordt de Amerikaanse popcultuur fantastisch op de hak genomen. Qua gameplay is er een cover systeem toegevoegd, alsmede een heuse multiplayer met 15 verschillende modi. Hoewel de game absoluut een meesterwerk is, kwam er ook kritiek vanuit de community. Grand Theft Auto 4 zou zichzelf te serieus nemen en te weinig lolbroek content brengen zoals San Andreas dat wel deed. Desalniettemin verkocht de game 6 miljoen exemplaren binnen de eerste week en wij bij Gamersnet waren zeer enthousiast. Wij belonen de game dan ook met een bijna perfecte 9.8. In 2009 verschenen 2 uitbreidingen voor de game. The Lost and Damned liet je in de huid kruipen van biker Johnny Klabitz. En daarin stond natuurlijk bikercultuur centraal. En de 2e uitbreiding was The Ballad of Gay Tony, die volgens kritische gamers een San Andreas vibe wist te geven. Dit was vooral te danken aan de extremere wapens en activiteiten als basejumping en skydiving. What the fuck did you do? You must be Johnny. Who are you? My name is not important. What is this? You're a woman.
here owes Dmitry Raskolov a lot of money. In 2009 verscheen nog een GTA-game onder de noemer GTA Chinatown Wars voor de Nintendo DS, PSP en later ook iOS. Het is een ode aan de oude GTA-titels met zicht van bovenaf, maar dan in een zeer stijlvol getekend sausje. Vooral de DS-versie is bijzonder, aangezien veel touchscreen-features worden gebruikt in de game. Zo kun je auto's niet meer zomaar stelen, maar dien je eerst de motor aan de praat te krijgen via een minigame. Echter, het meest verslavende onderdeel van Chinatown Wars is wel de distributie van drugs. Dit strategiegedeelte van de game laat je een echte drugsbaron worden met een vraag en aanbod en een grote focus op distributie. Wij belonen die game met een 9.6. En daar heb je het, de volledige historie van GTA tot GTA V. Wij maken ons op voor de grootste release van de grootste game ooit. Grand Theft Auto 5 is zo groot als San Andreas, GTA 4 en Red Dead Redemption tezamen. En wij kunnen dan ook niet wachten om deze enorme wereld ook zelf te verkennen. Heel binnenkort kunnen jullie ook ons oordeel lezen en bekijken op gamersnet.nl. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. And then there's Trevor. The less said about him, the better. Introducing three lead characters transforms both the narrative into one interwoven story.